Hallo lieve mensen, daar ben ik weer. Het is nu donderdagavond en het is donker, dus ik zit bij de lamp. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen zien. Afgelopen dinsdag ben ik met Michael bij de gynaecoloog geweest. En ik dacht, laat ik weer even een update filmen om even te laten weten wat de huidige stand van zaken is, wat er allemaal is gebeurd in de tussentijd. Want ik heb zojuist pas echt besloten dat ik dit verhaal op YouTube ga delen. Er zijn inmiddels, als jullie deze video kijken, denk ik al 1 of 2 video's online gekomen. Want ik heb al het een en ander gefilmd tot op de dag van vandaag. Maar ik heb nu echt besloten dit op YouTube te zetten. En misschien dat je dat al een keer gehoord hebt, want ik ga stukjes ervoor monteren, intro's en outro's, want anders was het een heel onsamenhangend geheel. Maar ik ga dit vooral opnemen voor niet de mensen die mij volgen of de mensen die mijn kanaal abonneren of wat dan ook maar. Maar dat mag uiteraard wel als je dat wil, als je dit ziet. Dat moet je zelf weten. Maar ik wil dit vooral delen voor de mensen die zelf een kiste hebben en die dit ontdekken en die informatie zoeken, die verhalen zoeken van anderen. Want dat is iets wat ik in de afgelopen week heb gedaan. En toen kwam ik erachter dat er bijna geen video's in het Nederlands zijn. Ik heb 1 video van een dame gezien die vertelt hoe zij het heeft ervaren, maar die video is al van 2 jaar geleden, geloof ik. Die is in elk geval al wat ouder. En zij vertelt over de kiesten. Zij had ook een dermoïde kieste. En toen ik dat zag, toen dacht ik, hey, ik vind het eigenlijk heel fijn om dit te zien. Om een verhaal van iemand anders te horen en om te horen hoe hij of zij dit ervaren heeft. Hij of zij, hoor ik mezelf zeggen. Dat kan helemaal niet. Het kan alleen een zij zijn. Een kiest aan de eierstok bij een man. Nou, dat zou wel een primeur zijn. Maar in ieder geval, ik vond het heel fijn om dat te zien. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga dit ook delen. Ik ga het op YouTube zetten. En ik hoop dat jij als kijker hier dan wat aan hebt. En als je het niet interessant vindt, kijk het dan vooral niet. Als je niet geen details wilt horen of dat, dan klik vooral weg. Maar als je zelf in een vergelijkbare situatie zit of iemand kent in zo'n situatie en er wat meer over wilt weten, mijn verhaal wilt horen, kijk dan vooral verder. Dus dat wil ik nog even zeggen, want dat is dus waarom ik het nu ga delen en het besloten heb op YouTube te zetten. Maar mijn verhaal. Ik ben afgelopen dinsdag, zoals ik net zei, naar de gynaecoloog geweest. Het is vandaag 23 november, dus want de 21ste moest ik daarheen. Het is afspraak in het ziekenhuis, dat loopt altijd uit. Dat zal vast geen nieuws zijn. En toen ik aan de beurt was, toen was ik heel zenuwachtig. Ik voelde me heel vervelend, want ik wist natuurlijk wat ze ging zeggen, namelijk dat ik geopereerd moest worden. Maar als iemand het dan toch zegt, dan voelt het heel na. En heel echt of zo ineens. Nou ja, anyways, ik hoorde dus inderdaad dat zij voorstelde, dus zij is dan de gynaecoloog, dat ze voorstelt om een operatie te gaan doen. En daarover wil ik in deze video wat meer vertellen. Nou ja, eigenlijk werd gelijk al duidelijk dat zij voorstelt om een operatie te plannen. En dan wel een kijkoperatie, een laparoscopie, zoals het ook wel heet. En dat is een operatie waarbij ze 3 of 4 kleine sneetjes gaan maken in de buik. En via die kleine sneetjes dus een kijkoperatie uitvoeren. Het is een minder ingrijpende operatie dan een laparatomie, als ik het goed uitspreek. Laparatomie. Ik zal het wel even in beeld zetten. Want dat is dus een echte buikoperatie. Dus dan maken ze echt een grotere snee in de buik. En dat doen ze als een laparoscopie, dus niet dat woord, ik zet het in beeld. Laparoscopie. In elk geval een kijkoperatie, als dat niet lukt, dan gaan ze er een buikoperatie van maken. Als je mij niet volgt of niet kent, dan weet je dat niet. Maar ik heb toen ik bevallen ben van mijn zoontje een spoedkeizersnee gehad. Hij is nu 15 maanden oud, dus het is nu ruim 15 maanden geleden. Op de dag dat ik geopereerd word, is het 16 maanden geleden. Dat ik een keizersnee heb gehad.
En nou ja, dat heeft er ook weer mee te maken, want dan is het natuurlijk al open geweest en zitten daar al littekenweefsel. Dus ze moeten gaan kijken of ze het via een kijkoperatie kunnen opereren. Daarbij is het dus een kieste die zo groot is als een appel. Dus echt een grote appel, zo groot is het. Het is 8 bij 6 bij 6 centimeter ongeveer. Wat dus betekent dat het ook gewoon een groot ding is. En het is een dermoïdkieste. En een dermoïdkieste, en nu komen de too much information informatie komt nu, is een kieste die bestaat uit zowel vocht als pus als andere, of pus niet, ik bedoel talg van de huid en weet ik het allemaal. Het is dus eigenlijk gewoon een ijsprong die mis is gegaan, maar tenminste zo is het me uitgelegd. Oh, ik ben geen expert hierin en ik hoop dat ik het goed vertel, maar het is dus een eitje die dus al wel is gaan delen, een cel die is gaan delen met allerlei menselijke dingen erin. Want ja, een eitje wat immers later, als het bevrucht wordt met een zaadje, een babytje. En er zitten dus dingen in als haren, talg, huid, wat zei ze nou nog meer? Ja, vocht natuurlijk gewoon. Maar er kunnen ook stukjes bot of tand of dat soort dingen in zitten. En dat zijn dus hardere dingen. En nou ja, daarmee moeten ze dus kijken of ze dat in... nou ja, via zo'n kijkoperatie kunnen gaan verwijderen. Want dat moeten ze heel voorzichtig doen, want zo'n kieste mag niet knappen. Want als het knapt, dan komt dus al die viezigheid wat ik net noemde uit die kieste, die komt dan dus in je buik terecht. En daar, nou ja, daar kunnen heel vervelende gevolgen van komen, van ontstekingen en pijnklachten. En nou ja, verder weet ik het allemaal niet precies, maar in elk geval is dat heel na. En dat willen ze voorkomen. Dus mijn gynaecoloog gaf aan dat zij de operatie niet zelf gaat doen, maar dat ze het laat doen, of dat ze voorstelt om het door een collega van haar te laten doen die hierin gespecialiseerd is. Dus dat is wat er gaat gebeuren. En ze gaan dus proberen om het met een kijkoperatie te doen. En dan proberen ze die kieste in zijn geheel te verwijderen. En dan proberen ze dus de eierstok te besparen. Maar goed, dat is de vraag of dat lukt. Helemaal omdat ik natuurlijk ook een keizersnee heb gehad. Of het niet verkleefd zit. Of dat het niet nou ja, zo in de buik ligt dat ze daar niet goed bij kunnen. Of nou ja, wat dan ook maar. Want ze hebben tijdens de CT-scan namelijk ook ontdekt dat ik een kleine navelbreuk heb. En dat maakt het schijnbaar ook weer moeilijker om te opereren. Nou, die navelbreuk, ik heb geen idee wat dat precies is. Ik heb volgens mij daar geen last van. Volgens mij heb ik puur last van de kiezen die ik voel. En nou ja, ik weet niet precies, maar navelbreuk maakt het schijnbaar moeilijker om via de navel dan, want dat is wat ze normaal doen, via de navel en 3 andere plekken in de buik een kijkoperatie uitvoeren. Nou ja, en als ze bij de navel niet naar binnen kunnen, kunnen ze dat misschien niet doen. Maar goed, dat is allemaal wat ze gaan bekijken op de dag van de operatie. En de dag van de operatie is nu gepland op 15 december. Dus dat is voor mij nu over 3 weken. Ik weet nu nog niet wanneer ik deze video ga plaatsen. Dus ik weet niet welke datum het is nu jullie dit kunnen kijken. Maar goed, gelukkig kan het dus al wel vrij snel. En ik zal dan na de narcose, als ik daarvan uit wakker word, want ik krijg een algehele narcose, dan zal ik weten wat er is gebeurd, of ze het een kijkoperatie hebben kunnen doen, of dat het een echte buikoperatie is geworden. En of het gelukt is om alleen de kiezen te verwijderen, of dat ze ook nou ja, mijn eierstok hebben moeten verwijderen. En omdat ik dus nog jong ben, ik ben 27, en ik, ja, daarom doen ze liever geen verwijdering van de eierstok, omdat dat ook gevolgen heeft. Nou ja, het kan gevolgen hebben met betrekking tot de kinderwens, maar ook voor de lange termijn in verband met hormonen en het eventueel sneller in de overgang raken en dat soort dingen. En nou ja, daar ben ik gewoon nog te jong voor. Dus ik hoop dat het mag lukken. Ik hoop dat het nou ja, besparend kan. En als het niet zo is, ik hou er wel rekening mee dat het niet zo is. Maar dan nog zal het wel, zal dat wel een klap zijn. Want ja, je weet niet wat voor gevolgen dat in de toekomst gaat hebben. Maar goed, ze gaan hun uiterste best doen en ik was geopereerd door een specialist. Iemand die hier veel ervaring mee heeft en die dit goed kan. En I'll keep my hopes up. So, we'll see. En ik ben echt heel benieuwd. En ik ga zeker na de operatie laten weten hoe het is gegaan. Wat er daadwerkelijk is gebeurd en hoe ik me voel, hoe het herstel is gegaan. Dus dat ga ik ook met jullie delen. En ik hoop dat ik jou als vrouw die dit nog moet ondergaan, of die hier nou ja, in de nabije omgeving mee te maken heeft, hiermee nou ja, van wat informatie kan voorzien. En natuurlijk is het alleen mijn verhaal en mijn ervaring. Maar misschien heb jij daar wat aan, want het is wel
waarom ik dit maak. Of deze video maak, bedoel ik dan. En dit mijn verhaal vertel. En nou ja, mag je vragen hebben voor mij, dan kun je die mij uiteraard stellen. Je mag hieronder reageren in de reacties. Mag je dat te privé vinden, dan zou je mij ook een mailtje kunnen sturen. En je mag me ook via Instagram kun je me volgen. En dan zou je me een Instagram direct berichtje kunnen sturen als je dat zou willen. Want mijn Instagram account is openbaar. Dus als je dat wil, kan dat. En nou ja, ik hoop dat door dit te delen, dat nou ja, een ander er misschien wat aan heeft. En ik misschien een ander een hart onder de riem kan steken. Want je bent niet alleen. Er zijn veel meer vrouwen waar dit gebeurt. En het is gewoon stomme pech. Je kunt er niks aan doen. En het is gewoon vet balen. En helemaal niet leuk. Maar ik heb nu wel zoiets van, het is wat het is. En ik kan me er heel druk om maken, maar daar was het niet beter van. Dan maak ik het alleen maar moeilijker voor mezelf. Dus we gaan het zien. En ik zal super zenuwachtig zijn voor de operatie. Dat weet ik nu al. Ik ben 2 keer eerder geopereerd. En dat was niet leuk. Ik ben 2 keer eerder geopereerd onder algehele narcose aan mijn knie. Ook 2 keer een scopie, dus een kijkoperatie. En ik heb dus die keizersnee gehad. En dat was allemaal natuurlijk niet leuk. Want je doet dit niet voor je lol. Maar it's for the future. En ik hoop dat het mij helpt. En dat het nou ja, mij in elk geval van de pijn af helpt. En daar ga ik vanuit. Van het ongemak af helpt. En nou ja, dat het straks, als ik deze video terug ga kijken, dat ik denk, nou het viel allemaal wel mee. Dat hoop ik. Maar dat ga ik jullie vertellen als het zover is. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het kijken van deze video. Mag je vragen hebben, nou, je weet me te vinden zoals ik net aangaf. En tot de volgende. Doeg!